onderwerp van vandaag is 3 jongens voor quality van 20 seconden handstand hold, 10 sit-ups en 10 push-ups. Bij de backfacing handstand hold begin je rechtop. Vervolgens zwaai je been omhoog en tegelijkertijd zet je handen neer. Je hielen raken de muur en je hebt actieve schouders. Bij de wall facing handstand hold zet je handen neer en loop met je voeten zo hoog als je kan tegen de muur. Zorg dat je voeten bij elkaar zijn en je actieve schouders hebt. Als dit niet lukt, kan je ook kiezen voor de plank hold. Hou je heupen en schouders dan wel op één lijn. Bij de sit-up begin je rechtop. Vervolgens ga je naar achteren en tik je achter je hoofd de grond aan. Dan zwaai je je armen naar voren en tik je vervolgens voor je voeten de grond aan. In de push-up zorg je ervoor dat je handen op ongeveer schouderbreedte staan. Je lichaam is één lijn. Dit betekent dat je schouders en heupen op één lijn zijn. Vervolgens zak je naar beneden en blijf je ellebogen langs je zij. Tik met je borst de grond aan en duwt je vervolgens weer omhoog. Wat belangrijk is, dat je heupen en schouders ook op één lijn zijn als je in de onderste positie zit. Dat betekent dat je rug niet hol is, maar neutraal. De workout van vandaag is een 11 minuten MRAP van 10 push-ups, 12 toes to door, 10 backfacing bookstep-ups en 12 tricep dips. Je maakt in die 11 minuten zoveel mogelijk rondjes. In de push-up zorg je ervoor dat je handen op ongeveer schouderbreedte staan. Je lichaam is één lijn. Dit betekent dat je schouders en heupen op één lijn zijn. Vervolgens zak je naar beneden en blijf je ellebogen langs je zij. Tik met je borst de grond aan en duwt je vervolgens weer omhoog. Wat belangrijk is, dat je heupen en schouders ook op één lijn zijn als je in de onderste positie zit. Dat betekent dat je rug niet hol is, maar neutraal. Bij de toes door zorg je ervoor dat je ligt op je rug. Dit is je beginpositie. Je zorgt er ook voor dat je iets kunt beetpakken, zodat je een beetje kunt klemmen. Wat je vervolgens doet is je benen omhoog zwaaien met gestrekte benen en rustig op de deur aan tikken met je voeten. Als je weer teruggaat naar je beginpositie, zorg je ervoor dat je gecontroleerd de grond tikt met je hakken en je dan je volgende herhaling gaat maken. Als je een rek hebt, mag je er ook voor kiezen om gewoon een toasterbar te doen of niet de chest of zelfs toasterbar attempts te proberen. Bij de backfacing bookstep-up zorg je ervoor dat je voeten tegen de muur staan. Ook bij deze oefening beginnen je handen aan de buitenkant van de boeken. Als je staat in handstand kan je beginnen en elke keer handje voor handje op de boeken stappen. Als je het moeilijk vindt kan je ook nog je heupen tegen de muur doen. Houd goed spanning op je lichaam. Even een tipje, als je een gladde vloer hebt, leg dan iets wat stroever is onder de boeken, zodat de boeken niet gaan glijden. Bij de tricep dip is het belangrijk dat je lichaam in één lijn is. Dat betekent heupen en schouder op één lijn. Vervolgens zak je gecontroleerd naar beneden, waarbij je armen buigen en dan duw je jezelf weer omhoog tot omgekeerde plankpositie. Voor deze workout zijn het ook scalings, namelijk knee of sofa push-ups in plaats van de normale push-up. Toes to door attempts of sit-ups in plaats van de toes to doors. Bookstep-ups in plank of wall-facing in plaats van back-facing bookstep-ups. En tricep dips met kromme benen in plaats van tricep dips met rechte benen. Je kan natuurlijk ook kiezen voor de knee push-up. Hou nog steeds je schouders en heupen op één lijn. En ellebogen blijven dicht bij je lichaam. Ook kan je kiezen voor de sofa of table push-ups. Nog steeds is je lichaam een mooie plank. En zijn je schouders en heupen op één lijn. Als je de toes to doors door bepaalde omstandigheden niet kunt uitvoeren, vervang deze dan voor sit-ups. Zorg er wel voor dat je een comfortabel kussentje gebruikt. Bij de bookstep-ups in plankpositie begin je met je handen aan de buitenkant. Dat betekent dat de boeken binnen je handen staan. Vervolgens stap je handje voor handje op de boeken. Zorg ervoor dat je lichaam wel in een plank blijft, dus heupen en schouders op één lijn. Zorg er niet voor dat je lichaam een soort van gaat dansen. Dat betekent dat je lichaam heel erg heen en weer gaat als je op de boeken stapt met je handen. Bij de wall facing plate setups begin je met je gezicht naar de muur en je voeten zo hoog als jij kan en durft. Zorg er wel voor dat je stevig staat. Vervolgens zet je handje voor handje op de boeken.
Ook bij de wall-facing bookstappers beginnen je handen aan de buitenkant. Zorg ervoor dat je voldoende spanning op je lichaam creëert en dat je gecontroleerd op de boeken stapt. Het hoeft niet snel, als het maar gecontroleerd gaat. Bij de tricep dip mag je been het ook krom doen. Dat is ietsje makkelijker. De cooling down van vandaag is 90 seconden per kant de lat stretch. Bij de lat stretch zoek je een deur of iets anders waar je hand aan het beet kunt pakken. Vervolgens zak je een beetje door de schouder heen en heb je een licht knik in de knieën, waardoor er een stretch komt op de lat.